Hans Lobenzaal. Nadat in Heide de Hetsbulen de carnavalsdienst hadden bijgewoond, trok de opdoek door de straten. En dat was al meer dan de vereniging van tevoren gehoopt had. Klein maar dapper. Het was een ja, het is natuurlijk sowieso een alternatief jaar. En afwachten ja, wie er nog op het laatste moment toch weer wat creatiefs gaat maken. En ja, wat ik mooi vind is dat met name de jeugd in de hei goed vertegenwoordigd was. En daar hebben we de afgelopen jaren ook flink op ingezet. En nou ja, daar zien we de resultaten van. En volgens mij is het ook altijd het mooiste om de kleintjes ja, om die, te zien. Ja, en wanneer hebben jullie de knoop doorgehakt om überhaupt een opdracht te laten plaatsvinden? Nou, we hadden sowieso het plan vastgehouden om in ieder geval de kinderen, zeg maar, toch een rondje om het plein te laten maken. Omdat we wisten dat in eerste instantie de jeugd, zeg maar, nog wel mogelijkheden had op het gebied van de corona. Dus wij zoiets van, nou, als er vijf groepjes met een bolderkar rond gaan lopen, dan verwachten wij niet dat de coronacijfers dus in de oren vliegen. Dus dat hebben we sowieso vastgehouden. En op het moment dat de maatregelen, zeg maar, los kwamen, toen hebben we gezegd van, nou, dan is het gewoon heel simpel. We hebben de vergunningen, dus dan werd het gewoon een optocht. En we hebben dus inderdaad deze fantastische wagen kunnen regelen samen met ons buurvereniging IJsselstein, de Pielreus. En daar zijn we ze super dankbaar voor, dat wij de jeugd toch gewoon een hele wagen kunnen bieden met ja, Ino's klein maar fijne optocht. Ja. Maar niemand weet wat de prins moet. Wij zien dinsdag uitgenodigd om met de jeugd in IJsselstein mee te trekken met de optocht. En dat, die hebben eigenlijk alle aansluitende verenigingen van de Vorstraat volgens mij uitgenodigd. En de hei gaat absoluut mee trekken in IJsselstein. Zeker omdat zij ook als deze kans hebben geboden. En ja, daar gaan we zeker gebruik van maken. Ja, en er werden driftig jury kaartjes uitgedeeld voor in te vullen. Ja, klopt. Ja, iedereen krijgt denk ik wel een prijs, of niet? In de hei is dat duk wel het geval, ja, ja, klopt. Ik